Goedemorgen en welkom terug op je matje. Welkom in een nieuwe yogales. Je mag komen staan met je benen op bekkensbreedte. En nog eventjes je ogen sluiten. Knieën lichtjes uit slot. En kijk, ja, of je voeten evenwijdig goed met elkaar staan. En schommel wat van voor naar achteren. Maar we tillen onze borstkas naar boven. Kennen ze een klein beetje ook omhoog en verleng onze kruin. En we gaan naar voren en naar achteren schommelen. Knieën lichtjes uit slot. We gaan kijken tot hoe ver we naar voren kunnen gaan. En naar achteren. En kom nu meer naar achteren in de hielen geleund. Op een punt dat je nog stevig en stabiel staat, omdat alle kracht op de hielen staat. Je schroeft die hielen in de grond en je brengt je borstkas omhoog en je kruin omhoog. En je voelt eventjes hoe dat er vandaag bij staat. Maar zachtjes je ogen openen en onze wervelkolom in beweging brengen door de kracht van onze benen. Breng ons heup naar voren en naar achteren en we laten de beweging overgaan in rotatie in onze wervelkolom. Schouders zijn los, zacht. Je kaken zijn ook nog los. En je haalt nog uit via de mond. Ik kan geluidjes maken, A of H. En laat de beweging maar voelen en doorgaan in je hele lichaam. En we laten zachtjes uitdehnen. Breng je armen omhoog. En we laten de armen met de diepe zucht of de H-klank naar beneden komen. Knieën zijn op slot. Uit slot bedoel ik. En de knieën blijven boven de enkels. Die gaan iedere keer als de armen naar beneden zijn, maken ze een klein knikje. En de armen omhoog maken ze ook een klikje. Borstkas blijft lang, abdomen ook lang, flanken ook, kruin ook. De volgende uitdaging, duw je bekken naar achter. Laat je borstkas naar beneden vallen. Knieën wijzen naar voren. Voeten schroef je in de mat, de hielen. Je komt nog steeds meer op je hielen terecht. Laatste keer. En die cirkel met één hand naar beneden. En we maken een windmolen-effect. Je gaat door je linker en je rechterbeen. Iedere keer als je linker of je rechterhand naar beneden gaat. En op je borstkas draai je pols naar buiten, je duim naar buiten, je pink ook naar buiten. En schep. Stel je voor dat je in een rivier staat en dat je water omhoog spettert. Zo'n zalige zonnige zomerdag. We maken de beweging kleiner. En we gaan duwen en trekken. En je duwt op je linkerbeen, je duwt met je linkerhand naar voren. Je duwt op je rechterbeen, je rechterhand naar voren. En je gaat voelen met weerstand. Doe dit niet in het ijlen, maar ga naar binnen in je lichaam. En voel je lichaam naar voren, naar achteren en voel je lichaam bewegen. Ga in die beweging. En adem erin. Breng die zachter naar je toe. En adem in de beweging. We maken de beweging kleiner. En we laten los. En we komen schudden. Kom hier in de hielen en we schudden. Zetten ons lichaam nog wakker. Laat alles los, laat je kaak los. Laat je armen los, laat je benen los. Een trilling komt vanuit je hielen. Dus roep die hielen nog meer in de mat. Kom hier in de mat terecht en mag je tenen omhoog trekken. En je probeert te springen vanuit je hielen, maar je blijft op de mat. En laat de trilling door je benen, naar je bekken, naar je wervelkolom, naar je schouders, naar je nek, je hoofd gaan. En terug ook naar je armen, ellebogen en polsen en vingers.
Maak nog een paar keer zo'n goede klank. We maken de beweging kleiner, tot we komen stilstaan. Nu weer in de hielen, borstkas van voor tel je naar boven. En adem vijf vingers onder je navel. Activeer je ademhaling. Voel je onderbuik in- en uitgaan. Als hulpmiddel kan je één hand met de duim op je buik leggen. In je navelputje. En adem vijf vingers onder je navel. Dat wil zeggen onder je pink. Maak je gezicht zacht. En adem in en uit door de neus. Open zachtjes je ogen. We komen weer in de hielen en we doen ons bekken naar achteren. En blijven met lengte in de borstkas schouder. En we komen naar achteren met ons bekken. We strekken zacht ons arm naar voren. Elbogen draaien naar binnen. Bekken duwen naar achteren. Kruin verlengen. En adem in je onderbuik. Stel je nu voor dat je terug dat blokje tussen je ellebogen hebt. Pers dat blokje en breng je ellebogen naar voren en naar boven. Polsen draai naar buiten. Hielen schroef je in de mat naar buiten. Trek je tenen omhoog. En geniet van deze intense houding. Verleng je borstkas naar voren. Door je ellebogen naar binnen en naar voren te gaan brengen. Adem vijf vingers aan de navel. Handen los, borstkas omhoog en kracht van de benen, kom je omhoog. Eén hand op de buik, één hand op de borstkas. En voel na je lichaam wat er gebeurd is. Span je schouders, breng je borstkas omhoog. Kom terug meer in de hielen. En we doen het nog een keer. En verleng je borstkas uit, bekken naar achter en kom echt goed op de hielen geleund. Dus je gewicht gaat helemaal naar achter. We komen niet op de tenen geleund, maar meer op de hielen. Breng je armen naar voren, ellebogen naar binnen. Breng je ellebogen naar binnen helemaal. En duw je ellebogen naar voren en naar boven. Verleng je borstkas en duw je bekken naar achter. Je liezen naar achter. Andere armen uit elkaar. En adem vijf vingers om de navel. En borstkas stil je omhoog. Ellebogen verlengen naar voren. We gaan niets bol maken. Maak die curve in je onderrug. Verleng. Maak ruimte links en rechts in je flank. Steven de benen en laat je hart vrij. Handen zijwaarts je knieën. Borstkas omhoog. En duw met de kracht van je benen zelf omhoog. Je hand op de buik. Je hand op de borstkas. En voel na. Adem. Van je borstkas, van je kruin. We nemen twee blokjes. En we komen op één blokje te zitten op de mat. Ik ga hier eventjes mijn stoel wegzetten, want die staat voor het scherm. Zie ik niet goed. Of ik goed in beeld ben. We komen op een blokje zitten. En we trekken onze spieren een beetje van onder ons zitvlak, zodat we goed met onze zitbotjes op ons blokje zitten. En we gaan de benen niet gaan strekken, we gaan ze in een lichte hoek houden. We gaan een variatie doen op Paschimottanasana. Maar als je dat doet met gestrekte benen, is het heel gemakkelijk om die benen niet te activeren. Daarom dat we ze een beetje gaan plooien. En want die hielen, die dikke tenen zijn tegen elkaar. Die hielen zijn twee vingers zo uit elkaar. En we trekken onze tenen krachten naar ons toe. Duwen die hielen in de mat en naar buiten. Want die ook gaan schroeven zodat onze knieën tegen elkaar komen. Je krijgt daardoor een binnenwaartse rotatie van je bovenbenen. En je duwt ons bekken naar achteren. En ons hielen naar voren. En tenen trekken naartoe. Het kan zijn dat je kramp voelt in je lies. Dat is goed. En als je kramp voelt, is het teken dat het werkt. Dat je quadriceps werken.
Dus duw die hielen weg, trek die tenen naar je toe, bovenbenen binnenwaarts, bekken naar achteren. Automatisch zul je al een opwaarts lift moeten krijgen en ga je niet in elkaar gaan zakken. Trek je borstkas omhoog en aan het blokje tussen onze bovenarmen gaan steken. En op deze manier, zoals dat we al de week doen. Tillen onze borstkas omhoog, kruin omhoog, blokje tegen elkaar, onderarmen uit elkaar gaan brengen. Polsen naar buiten brengen en adem even hier, vijf vingers onder de navel. Duw je bekken naar achter, liezen naar achter, tenen uit, trekken bovenbenen binnenwaarts, hielen wegdoen, kracht in de benen. Duw je borstkas nog meer omhoog en adem. Nu gaan we onze elleboog naar voren en naar boven brengen. En blijven ademen. Schouders laag laten vallen, niet naar beneden trekken, maar laten vallen. Laat het gewicht vanuit je elleboog naar beneden stromen. En nu gaan we proberen voorwaartse buiging maken naar boven en naar voren. En we gaan ons blokje boven onze tenen. We gaan niet gaan bollen, maar gaan lengte aanmaken. Dus stel je voor dat je blokje voorbij je voeten zou proberen te brengen. En we blijven die tielen in de mat duwen. Schroeven, tenen naar je toe trekken. Borstkas verlengen, ellebogen naar binnen, onderarmen naar buiten. Verleng je schouders, je ellebogen naar voren. En maak lengte. Zet je borstkas omhoog. Schouders naar ellebogen omhoog. Oké, en kom terug. Zet je blokje naast je. En maak eventueel iets van beweging in je lichaam wat je nodig hebt. Zoek welke beweging nu voor jou lekker voelt. Maar adem vijf vingers in drie navel. Nog eens doen. Hielen in de mat, dikke tenen bij elkaar, knieën legjes in het slot. Duw die hiel krachtig weg. Dikke tenen tegen elkaar, kleine tenen proberen verder naar je scheen toe te trekken naar je dikke teen. De bal van de dikke teen duw je ook weg. Je trekt de dikke teen naar je toe, hielen weg. Je heupen duwen naar achter, bovenbenen draaien binnenwaarts. Quadriceps zijn actief door echt krachtig die hielen weg te gaan duwen. Dus daardoor worden die quadriceps actief. Blokje tussen de bovenarmen. Je borstkas breng je in eerste instantie omhoog. Lichte curve in de onderrug. Schouders laat je hand vallen. Niet duwen, vallen. Ellebogen duwen tegen elkaar. Onderarmen uit elkaar. Borstkas verlengen. En nu breng je ellebogen naar voren en naar boven. Je hoofd hoeft niet echt mee te gaan. Je kan die klein beetje naar je borstkas houden. Ellebogen naar elkaar, schouders laag. Onderarmen uit elkaar. En breng nu je blokje tot in de richting van boven je voeten. Niet naar je knieën, niet naar beneden, maar lengte gaan maken. En adem vijf vingers aan de navel. Duw die hiel weg, trek die tenen uit. Hoe kracht die hielen in de mat gaan schroeven, naar buiten gaan schroeven. Adem, vijf vingers op de navel. Met zachte mildheid op je lichaam. Ik kan dit geforceerd doen, maar het doet met zachtheid. En kom terug. Laat die even los. Als je nog een extra blokje naast je hebt, kan het interessant zijn om na deze houding je bekken een klein beetje omhoog te duwen. Beter zelf om je blokjes hoog te brengen, zodat je borstkas in de lengte kan blijven en je bekken naar beneden kan vallen. Schouders laag. Voilà. We plooien nu één voet naast je. Rechtervoet naast je is geplooid. En we duwen onze linkervoet in de mat. Knie is nog altijd een klein beetje geplooid. Teen trek je naar je toe, hiel weg. Dan terug het blokje bij ons pakken. Duw je linker, je rechter scheenbeen in de mat. Knie op de grond, knie naar achter gaan brengen. Elleboog, blokje tussen de bovenarmen. En schouder laten vallen. Duw krachtig in die hiel
in de mat, tenen naar je toe trekken. Als je kracht op die hiel duwt en naar buiten, ga je voelen dat je linkerbekken naar achter is. Door je rechterknie naar achter te brengen, kan je rechterhip naar voren brengen en is je bekken stabiel. Schouders naar beneden, blokje tussen de bovenarmen. Ellebogen naar buiten, andere arm naar buiten, ellebogen naar binnen. Verleng je borstkas omhoog. Duw nu je schouders, je ellebogen naar voren en naar boven. Klein beetje naar links. En probeer nu hetzelfde te doen. Die blokje voorbij je voet gaan brengen. Krachten die voet in die giel in de grond duwen en naar buiten slaan. Adem vijf vingers onder de navel. Als je van voor bent, in, verlengen en uit. Kleine torsie naar links brengen. In naar voor. Uit, kleine torsie. Kracht in die benen. In naar voor en uit. Torsie naar rechts. Verlengd. Verlengd in de flanken. Verleng je borstkas. Verleng je ellebogen. En kom terug. Laat even los. En observeer je lichaam wat er gebeurd is. En naar binnen en voel links of rechts in je lichaam, voor of achter, welke beweging dat er ontstaat. En wissel van kant. Even op je blokje zitten. Als je voelt dat je nog altijd gebogen zit, zet je blokje hoger of zet hem hier op een kussentje, zodat je ook lengte in je flanken kan krijgen. Linkerbeen op de grond, duwen naar achteren. Zo, draai je van kant. Linker onderbeen is in de grond. Onderbeen duwt, knie in de mat en naar achteren. Door je knie naar achter brengt, kom je heup een stukje naar voren. Rechterbeen, heel in de mat, schroef je in en schroef je naar buiten. Je krijgt ook een boven, binnenwaartse draai. Je bovenbenen trek je tenen naar je toe. Verleng je borstkas omhoog. Blokje tussen de bovenarmen. Schouder laat je gewoon vallen. Breng je borstkas nog ietsje hoger. Behoud die curve je onderen. Kracht in beide benen. Onderarmen uit elkaar. Blokje tegen elkaar gaan persen door de kracht van de ellebogen. En te lengte je borstkas ga je ellebogen naar voren en naar boven aanbrengen. Schroef die hiel naar buiten. En nu maar lengte in de flanken, lengte in de onderrug, lengte in de borstkas. Kom je naar voren. Kracht zit in de benen. Je hoeft niet veel naar voren te gaan, maar lengte gaan maken. We gaan niet gaan bollen. Lengte, onderbuik, probeer het tegen je bovenbeen te brengen. Een blokje probeer je voorbij je voeten te gaan brengen. Tegen theoretisch gezien. Onderarmen uit elkaar verleng. Adem. En uit, torsie naar rechts. In naar voren. Torsie naar rechts. Op jouw tempo. In en uit, torsies maken. En ook hier naar links torsie. En kom terug. Als je twee blokjes nog naast je hebt, kan je bek laten vallen en je wervelkolom nog eens verlengen. We leggen een blokje, twee blokjes, één voor je borstkas en één voor je hoofd op te leggen. En bepaal zelf dat je dit blokje wel tussen je schouders. Op welke manier dat gemakkelijker is voor jou. Belangrijk is dat ons hart hoger is dan ons bekken. En dat we in een comfortabele positie liggen met ons hoofd. Zodanig dat we voelen dat er geen knik in zit. En dat ons nek kan ontspannen. Als het blokje te laag is, kan je eventueel voelen dat er te veel stretch op zit. De passieve stretch is dan nooit fijn om te ervaren. Met je benen op 45 graden van elkaar leggen en je arm 45 graden langs je flanken. En je handen aan de zij mogen naar boven wijzen, je handpalmen. En adem 5 vingers onder je navel.
terwijl je comfortabel ligt. Haal een 5 vingers onder je navel. En observeer je lichaam. Laat je meesurfen door je adem, door je lichaam. Laat je aandacht voeren naar de plekken waar je adem en je aandacht nu naartoe gaan. En voel na op die plekken waar dat je bent in je lichaam. Stel vast waar dat het is. Wat het doet met jou. Welk effect. Of er een emotie op zit, een spanning of een vreugde. Openheid of ruimte, warmte of koude. Alles is oké. Maar voel en observeer. Voel ook de ruimte voor het plekje waar je nu bent in je lichaam. De ruimte in je lichaam en de ruimte achter je lichaam en naast je. Observeer hoe dat die is. Beweeg zachtjes je vingers en je tenen. Activeer je ademhalingskanier. Word bewust waar dat je bent. Zet één been omhoog, draai je bekken een beetje. En duw met de kracht van je handen. Je opzij en omhoog. Spuit je ogen nog steeds. Als het mogelijk is. En kom op je blokje, kussentje, matje, krukje te zitten. En blijf nog bij het gevoel dat je je lichaam hebt. Dus de handen in een steenhouding voor je borstkas en breng je borstkas een stukje omhoog. Connecteer met dat gevoel van binnen. En blijf het gevoel van binnen behouden als je zachtjes je ogen opent. Verbind je hart met je derde oog door je handen naar boven te brengen. Verbind je hart met je denken. En verbind je denken terug met je hart, want je hart is altijd het eerste die reageert. En de rest veilig gaan volgt. Namaste. Bedankt ook jezelf om tijd vrij te maken om yoga te doen. Om tijd vrij te maken om te voelen in jezelf en te gaan observeren. En ik dank jullie dat jullie samen met mij deze les hebben gevolgd. Dank u.